De gemeente Teacher Extra Deal wil zorgen dat ieder kind binnen de gemeente onbezorgd mee kan doen aan school, sport en cultuuractiviteiten. Een van de onderdelen van het plan is het beschikbaar stellen van zogenaamde kinderpakketten. Deze pakketten zijn bedoeld voor kinderen waarvan de ouders een uitkering ontvangen, maar ook voor kinderen van ouders met een laag inkomen of met schulden. Nou, er waren wat wettelijke zaken die door moesten. Wij maken geen bijstand meer aan per categorie. Dus geen categoriale bijstand zouden ze dat nemen. Dus we moesten wat regelingen aanpassen. Ja. Maar het belangrijkste wat er veroordeeld is dat wij de nadruk heel bot op ban in Jermoerden lezen willen. Er is vorig jaar een rapport uitkwam van de kinderombudsman. Ja. En die had zijn met name ban in deze situatie. Die hebben het zwier te leiden. Die kennen niks doen om de situatie waar hun ouders in zitten. Maar die kennen heel vaak net mooi doen. Ja. En dat is natuurlijk iets wat je net wil. Als meerskip. En daarom hebben wij zo en daar lezen we de nadruk op. Ja. Er komen een soort met jeugdpakketten, hè? Zo moet ik het zien? Ja, binnenpakketten. Ouders die kennen een weerdebon krijgen van een kledingwinkel, ja. Zodat ze winterkleren voor de bijeenkeepje kennen. Maar daarnaast hebben we nog een gearwerking met de Stichting Leergeld, het Jeugdcultuurfonds en het Jeugdsportfonds. Ja. Zodat bijeen meedoen kennen aan de muziekvereniging, aan de voetbalclub, mee op squaal reizen, aan zwemles. Al dat soort dingen willen regelen door die organisaties. Heleboel initiatieven, maar hoe ga je de mensen bereiken? Nou, wij willen op plakken waar het, mensen komen die in deze situatie zitten. Bij eigenlijk de voedselbank, maar ik bij het Sjerken en bij sportverenigingen en bij muziekverenigingen. Willen wij bekend maken dat dit kan. Er moeten natuurlijk folders van komen, van dit binnen mogelijkheden. Op uw website wordt het bekend maken. Wij willen daar artikelen over hebben in de plaatselijke kranten. En dit soort interviews helpt er natuurlijk ook bij. Ja, want het is vaak dat heel veel mensen ook niet weten wat de mogelijkheden zijn als men van een minimumuitkering moet leven. Ja, dat klopt inderdaad. Ik ga krekken waar ze Oelisham als cliëntenraad. Dat zijn mensen die zelf in de situatie zitten. En die helpen u zich mooi de plakken te vinden waar de mensen bereikt worden kan. Ja. Het is trouwens net altijd alleen dat mensen het niet weten. Het is ook wel eens zo dat mensen hun de verskamje en daarom geen aanspraakmandje willen op zaken waar ze worden jocht op haar. Ja. En eigenlijk willen wij de mensen oorhellen om te zeggen, nou, als je hem er dan zelfs verskamje, doch het dan in het belang van je been. De mensen met een uitkering, die hebben we natuurlijk al wel in beeld als gemeente het iets extra deel. Dat geldt voor alle gemeentes. Maar dan ben ik mensen die binnen toch schulden of toch een heel leeg inkomen in zo'n situatie rekken dat ze eigenlijk de contributie van de voetbalclub niet meer betalen kennen. Nou, als de voetbalclub dat idee had, van dat ze wel eens komen kennen toch geldgebrek, dan moeten zij weten dat ze dan de Stichting Leergeld inschakelen kennen. En die zorgen dan dat het betalen wordt. En het is net zo dat ouders dan geld krijgen. Nee. Het gaat erom dat de contributie betalen wordt. Ja. Ze krijgen een bon om sportkleren hier te halen in het dorp. Ja. En zo wordt het dan regelen tenaai. Het is heel mooi dat dit soort regelingen zijn, maar je zou eigenlijk al het moeten kunnen voorkomen in het traject daarvoor. Ja, dat is ik zo. Ik denk wel dat wij op mezelf wel goede regelingen hebben. Maar het is natuurlijk feitelijk triest dat mensen in zo'n welvarend land als Nederland je gebroek van maandje maken. We zullen nooit helemaal voorkomen kennen dat mensen in dit soort situaties raadje. Het komt ik net altijd terug. Domme pech, hè. Dan ben ik soms ik gewoon verkeerde keuzes. Maar heel veel mensen, het kan jou en mij ik ook komen. Heel veel mensen raadje toch pech, toch dingen die zin zitten in zo'n situatie. En dan moeten wij er wezen als meerskip om een vangnet te bieden. Ja. Nou, het vangnet is een uitkering. Maar je zorgt dus dat er dan bezuinigen worden met op basale zaken. Tenminste, dat vinden wij basaal. Dat ben je lekker mooi doen kennen. Dat ze mooi doen kennen op squalreisken. Nou, als dat niet meer kan, dan tekent dat ben je zo verschrikkelijk voor de rest van hun leven. En we vinden dat we daar als gemeente ontdwaan moeten wat we kennen.